de oefening van het dobbelspel van methodes gaan we eens verbeteren. Je start natuurlijk met een klasse aan te maken. En in deze oefening kreeg je de main methode cadeau op Classroom. Wel, dan gaan we beginnen met die te selecteren en in onze code te plakken natuurlijk. Dat scheelt een hele hap als we niet van nul moeten starten, maar al de main methode kunnen gaan gebruiken. Wel zorgen dat ik ze goed kopieer. Nog eens proberen. Ah ja, die bovenste regel moet niet, maar die ga ik wel wegdoen. Tweede poging, command V. Ah, daar is hij. Zo. Jammer genoeg neemt hij de uitleiding niet mee. Dus ik ga zelf toch een beetje alles naar voren zetten. Zo. Dus die main methode die werkt, maar je ziet dat er nog een aantal dingen rood onderlijnd zijn. Random, dat is omdat ik de random nog moet importeren. Er zit een vorm van willekeurigheid in de code. Als ik die random importeer, is dat weg. En wat blijft er dan nog rood onderlijnd? Ja, een aantal methodes waarvan dat in de opgave stond dat jullie die moesten programmeren. Twee methodes bepaal grootste en bepaal kleinste. Een methode bepaal winnaar. En een methode tel lucky. Wel, we gaan eens beginnen. In de opgave stond er de methode bepaal grootste krijgt twee worpen binnen en zal de grootste van de twee als waarde teruggeven. Dat zien we ook in deze methode aanroep van de methode bepaal grootste. De argumenten hier tussen de ronde haakjes is wat dat de methode binnenkrijgt. En het resultaat van die methode wordt in variabele grootste gestoken. Wel, het is belangrijk dat we een keer gaan kijken wat dat de types zijn van al die variabelen. Worp 11 en worp 12 zien we hier terug, dat zijn ints. Dus de twee argumenten, dat zijn gehele getallen. Dat is logisch, het gaat over dobbelsteenworpen en dat zijn gehele getallen. En het resultaat van die methode wordt in variabele grootste 1 gestoken. En grootste 1 is ook een int. Wel, dan weten we alles wat we nodig hebben om die methodehoofding te gaan schrijven. Ik ga zelfs de naam van de methode kopiëren. Want de naam die hier gebruikt wordt in de main methode moet exact gelijk zijn, grote letters, kleine letters, aan de naam die we gebruiken in onze methodehoofding. We zoeken de sluitende accolade van de main methode. En hieronder gaan we onze methode gaan schrijven. We schrijven eerst de modifiers. En dat is makkelijk, dat is altijd public static. Dan het return type, dat gaan we nog bepalen. De naam van onze methode en de argumenten tussen ronde haakjes. En na de argumenten komen er accolades. Het return type, dat hebben we gezien, dat is de grootste van de twee worpen. Een worp is een geheel getal, dus het return type is int. En wat komt er binnen in onze methode? Twee dobbelsteenworpen. Wel, we mogen die zelf een naam geven. En dat zijn ook twee variabelen van type int. Hoe bepaal je de grootste van twee worpen? Wel, er zijn drie gevalletjes. Ofwel is de eerste worp groter dan de tweede worp. Dan, ik maak hier een nieuwe variabele grootste om de grootste worp in op te slaan. Dan is 1 de grootste worp, als die groter is dan de tweede worp. Een tweede gevalletje is, als de eerste worp kleiner is dan de tweede worp, dan kunnen we... Dan weten we dat de tweede worp de grootste is. Dus. En eigenlijk is er dan nog een laatste gevalletje, namelijk dat de twee worpen aan elkaar gelijk zijn. Wel, dat maakt het niet uit. Aangezien dat ze gelijk zijn aan elkaar, maakt het niet uit of dat ik worp 1 of worp 2 in variabele grootste steek. Je ziet, hij heeft hier nog altijd een foutmelding. Ja, hier nu niet meteen. Maar dus als ik zeg in mijn methodehoofding dat ik een variabele van type int ga teruggeven, dan moet er op het einde van mijn methode, of moet er in mijn methode, een return staan. Dus return grootste. Wel, bepaal kleinste werkt exact hetzelfde. Dat werkt ook met twee dobbelsteenworpen en moet de kleinste van de twee worpen gaan bepalen. Dus eigenlijk kon je hier wel een beetje copy-pasten. Er komen twee worpen binnen. Dat klopt nog altijd. Het resultaat is nog altijd hetzelfde. Alleen moet ik hier een klein beetje aanpassen. Als de eerste worp kleiner is dan de tweede, dan is de eerste worp de kleinste.
Is de tweede worp kleiner dan de eerste, dan is de tweede worp de kleinste. En opnieuw, in het geval dat ze gelijk zijn, maakt het niet uit. Goed, dat waren twee eenvoudige methodes. Je ziet, omdat we onze hoofding juist geschreven hebben, de argumenten kloppen, het returntype klopt, de naam klopt, staat dat nu niet meer in het rood. En je vindt dat terecht, die methodes. Dus dat is geen probleem meer. Dus we hebben nog twee methodes die rood of onderlijnd zijn. Bepaal winnaar. Wel, we gaan eens kijken naar bepaal winnaar. Je ziet, de uitkomst wordt in, van deze methode wordt in uitkomst gestoken. En uitkomst is een variabele van type int. Dus het returntype is opnieuw int. En je ziet dat er hier heel wat tussen die ronde haakjes staat. Er zijn vier argumenten. Grootste 1, kleinste 1, grootste 2, kleinste 2. We gaan eens kijken naar die variabelen. Dat zijn allemaal ints. Dus, we moeten onze methode hoofding schrijven. Ik ga opnieuw de naam van de methode kopiëren. Dan ben ik zeker dat ik geen fouten maak in de schrijfwijze van de methode. En, wat moet er daarvoor? Altijd eerst de modifiers. Dan het returntype moet ertussen, de argumenten moeten erachter gevolgd door accolades. Als je meer dan één methode moet bijschrijven in je methode, ga je je tweede methode schrijven naar de sluitende accolade van de vorige methode. Dus die hoort hier. Het returntype van deze methode was opnieuw een int. En die kreeg vier int als argument binnen. En hier geef ik die wel dezelfde naam als in de main methode. We krijgen de grootste worp van de grootste en de kleinste worp van de eerste speler. Dat zijn deze twee variabelen. En we krijgen de grootste en de kleinste worp van de tweede speler binnen. Dan gaan we nog even onze opgave gaan consulteren. Bepaal winnaar. Dus we gaan bepalen wie dat de ronde gewonnen heeft. Maar dus wat moeten we teruggeven als waarde? Als speler 1 de ronde wint, dan geven we 1 terug als waarde. Als speler 2 de ronde wint, geven we min 1. En als het gelijkspel is, geven we 0 terug. En hoe bepaal je de winnaar? Als de kleinste worp van de ene speler is hoger is dan de hoogste worp van de andere speler, dan wint die speler. Dus we krijgen hier van beide spelers de worpen binnen. Stel bijvoorbeeld, speler 1 gooit een 6 en een 5. En speler 2 gooit een 1 en een 2. Wel, dan is de kleinste worp van speler 1, die zit in deze variabele, groter dan de hoogste worp van speler 2, die zit in deze variabele. In dat geval is speler 1 gewonnen. Dus we gaan dat eens testen. Als de kleinste worp van speler 1 groter is dan de grootste worp van speler 2, dan is... hoe moet ik dat noemen? Winnaar, bijvoorbeeld. Hè? Dan stoppen we 1 in de variabele winnaar, want dan is speler 1 gewonnen. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Stel dat speler 2 twee hoge worpen heeft en speler 1 twee lage worpen, dan is speler 2 gewonnen. Stel bijvoorbeeld een 1 en een 3 en een 4 en een 5. Ja, dan is de kleinste worp van speler 2 groter dan de grootste worp van speler 1 en dan is speler 2 gewonnen. Dus we zitten met heel wat gevalletjes, dus gaan we een else-if gebruiken. Zoals dat we ook in parkeergeld gedaan hadden, de oefening die we de dag ervoor nog gemaakt hadden. Als de kleinste worp van speler 2 groter is dan de grootste worp van speler 1, dan is de winnaar niet speler 1, maar speler 2. En dat doen we, duiden we aan door min 1 in onze variabele te stoppen. Dus in die gevallen is het makkelijk om de winnaar te gaan bepalen. Maar er is nog een laatste gevalletje. Dus er is geen gevalletje meer, dat is het laatste gevalletje, ga ik else noemen. Indien we niet in dat eerste geval zitten, dan moeten we iets anders doen. Wat staat er in de opgave? We gaan het verschil bepalen tussen de grootste worp van de speler zelf en de laagste worp van de andere speler. Dus we gaan twee variabelen maken. Het verschil voor speler 1 is zijn grootste worp
min de laagste worp van speler 2. Dat is grootste 1 min kleinste 2. En voor de tweede speler is het zijn grootste worp, grootste 2, min de laagste worp van speler 1. Grootste 2 min kleinste 1. Wat zegt de opgave? Als de speler bij wie dat verschil het grootste is, is de winnaar. Als beide verschillen even groot zijn, dan is het een gelijkspel. Dus, als het verschil voor speler 1 groter is dan het verschil voor speler 2, dan is de winnaar opnieuw speler 1 en dat duiden we aan door 1 in die variabele te stellen. Is het omgekeerd? Is het verschil van speler 2 groter dan het verschil van speler 1? Dan is de winnaar speler 2 en dat duiden we aan door min 1 in die variabele te stoppen. Ik had ook voor 2 kunnen kiezen, dat was misschien logischer. En er is nog een laatste geval. Wat als die twee verschillen gelijk zijn aan elkaar? Wel, dan kunnen we geen winnaar aanduiden en dan stoppen we 0 in die variabele. En dus onze methode zegt dat die een int gaat teruggeven, een resultaat van type int. Wel, onze variabele winnaar is van type int, maar op het einde van de methode moeten we dat expliciet nog eens, moeten we daar nog eens een return van doen, van die variabele. Dus nu zal hij op een correcte manier de winnaar gaan bepalen. We gaan even kijken naar onze main-methode. En wat zien we? Deze methode gaf hier een rood lijntje. Maar we hebben die methode aangemaakt, juiste return type, juiste argumenten, juiste naam. Dus nu heeft die methode geen probleem meer. En als we nu nog eens compileren, dan heeft hij nog 2 fouten hier bij die 2 aanroepen van deze methode. De laatste methode. We gaan die nog eens bekijken. De methode noemt tellLucky. Ik ga dat al kopiëren, dat heb ik straks nodig in mijn hoofding. Wat staat er als argumenten? Worpen 1... En de tweede keer worpen 2. En lucky. Wel, lucky is opnieuw een int. Dat is een dobbelsteenworp. De geluksworp. Dus het tweede argument is een int. En het eerste argument is geen int, maar een array van int. Dus ik ga mijn methode alles schrijven. Onder de sluitende accolade van de vorige methode van bepaalde winnaar. Ik schrijf eerst de modifiers. Het return type schrijf ik even vraagtekens, omdat ik dat nog niet ken. Maar ik duid even aan dat er daar nog iets moet tussenkomen. En de argumenten ook. Het eerste argument is een int van arrays. Dus ik moet zorgen dat dat type klopt. De naam mag ik kiezen. Dus hier in de main methode wordt dat een keer aangeroepen met worpen 1 en worpen 2. Maar in mijn methode mag ik dat gewoon worpen noemen, of nog een andere naam aangeven. En het tweede argument is geen array van ints, maar gewoon een int. En dus daar ga ik dezelfde naam kiezen, lucky. En dan het return type gaan we nog eens bekijken. Aantal keer lucky, aantal keer lucky 2. De naam van de variabele zegt het al een beetje zelf. Aantal keer, een aantal is altijd een geheel getal, is een int. Dus niet zo origineel, maar ook het return type van deze methode is een int. Want het resultaat van die methode wordt in een variabele met int als type gestoken. Goed, wat moeten we dus doen? De geluksworp is bijvoorbeeld 3. We hebben bijgehouden wat dan alle worpen waren van alle spelers. Dus moeten we gaan tellen hoeveel keer dat ze die geluksworp gegooid hebben. Wel, dat kunnen we gaan doen door die array te overlopen. Maar eerst, als we iets moeten tellen, dan moeten we dat bijhouden in een variabele. We tellen bijvoorbeeld op de vingers, maar we starten altijd te tellen bij 0. Dus we gaan al startwaarde in die variabele 0 steken. Dan gaan we een for loop schrijven om onze array te overlopen. Want je moet altijd vakje per vakje gaan overlopen. En omdat je weet hoe lang dat een array is een for loop wel handig. We gebruiken die for loop om alle volgnummertjes van die array te overlopen. Wel, de volgnummers van een array die beginnen altijd bij 0. Dus we laten onze lusvariabele ook starten bij 0. Als we een bepaald vakje gedaan hebben met een bepaald volgnummer, dan willen we 1 vakje vooruit gaan. Het volgnummer moet met eentje stijgen. Dus dat duiden we aan door i++ te doen.
En dan moeten we zorgen dat we niet te ver gaan. Hè? Dus moeten we stoppen op het laatste vakje. En hoe kunnen we dat doen? Wel, onze array die noemt hier worpen. En het aantal vakjes van een array kan je opvragen met de linked property. Dus nu weten we al uit hoeveel vakjes dat die gaat bestaan. Hey, maar je moet oppassen, het volgnummer moet altijd kleiner blijven dan het aantal vakjes. Hey, als je een array hebt van 10 vakjes, dan begint die bij 0, maar dan stopt die bij 10. Hey, dus als voorwaarde, het volgnummer dat we gebruiken, moet altijd kleiner blijven dan 10. En dan hebben we in elke uitvoering van de for loop een volgnummer in die array. Dat volgnummer gebruiken we om het bijhorende vakje te gaan opvragen. Hey. Onze array noemt worpen. Om daar een vakje van op te vragen, zet je het volgnummer tussen vierkante haakjes. Hier gebruiken we volgnummer i, omdat we in elke uitvoering van de for loop een ander vakje willen gaan testen. Als het vakje waar we op dat moment mee bezig zijn gelijk is aan de geluksworp, dan gaan we onze telvariabele met eentje verhogen. Hè. Gaan we een vingertje tellen van, ja, we hebben die worp gevonden, we houden dat bij, we zetten streepjes of we tellen dat op de vingers. We verhogen dat met 1. We doen dat voor alle vakjes. We gaan alle vakjes overlopen. En uiteindelijk hebben we geteld hoeveel keer dat die geluksworp voorkwam. En als een van de spelers meer keer die geluksworp gegooid heeft dan de andere speler, dan krijgt hij nog wat bonuspunten. Goed, nu compileert onze code. En kunnen we onze code nog eens gaan uitvoeren. Dus ja, je ziet hier dat er hier nu heel veel methodes staan, maar om de code te testen ga je nog altijd de main methode gebruiken. Zo, we hebben nu een simulatie van ons spel. Na de, eigenlijk moet het de 10e ronde zijn, staat hier nog een foutje in het rondenummer. Was het gelijkstand, maar speler 1, 5-5, maar speler 1 heeft de... Speler 2 heeft meer keer de lucky worp geworpen dan speler 1. Dus hij verdient 2 bonuspunten en daarom is de speler 2 de winnaar. Zo, ik hoop dat ik hiermee nog een beetje heb kunnen uitleggen hoe dat je tot de correcte hoofding komt van een methode. En ook ja, de code binnen een methode waar dat je daar moet je een beetje met if en zo kunnen werken.